Ja, dat, nee, dat, ik bedoelde eigenlijk iets van... Tanto had niet per se onthoofd hoeven te worden als die op tijd was vertrokken. Als hij een beetje beter had geluisterd. Er zit een element in van stijfhoofdigheid. Dat hem dat ook tenslotte het leven heeft gekost. Maar goed, nu kan ik er niet meer opkomen waarom ik ineens aan Danton moest denken. Dat kwam eigenlijk omdat ik een enorm dikke, ongelooflijk dikke roman had gelezen over die eerste revolutionaire Danton, Robespierre, Saint-Just, dat soort van lui. Ja. Van Hilary Mantel. Er zijn ook mensen die zeggen, Maarten, heb je nog een paar leestips? Wat ben je nu aan het lezen op dit moment? Nou, als je dat boek van Hilary Mantel over de Franse Revolutie wil lezen, dat is pittige kost. Ik lees nu Hans Fallada, Kleiner Man was Noen. Of in ieder geval iets in die geest in ieder geval. Ja, het leest vlot weg. Het is bovenal natuurlijk een soms hartverscheurend beeld van... Ja, van mensen die klem zitten in de economische crisis van de jaren 30 in Duitsland. Kort voor het aan de macht komen van de nazi's. En Hans Fallada is er wereldberoemd mee geworden. Dus ja, kan ik het aanbevelen? Ja, ja. Ja, ik heb al eens eerder gezegd, er is een Italiaanse schrijfster. Die heet Natalia Ginzburg. Dat kan ik warm aanbevelen. Eigenlijk bijna alles. Lang niet alles gelezen wat ze geschreven heeft, maar wat ze geschreven heeft. Dat, ja, dat qua stijl en aanpak kon mij dat enorm bekoren. Kijk, is dat voor de leesclub ook, dat boek? Heb ik ook voor de leesclub gelezen, ja. Zeker. Komen jullie nog steeds bij elkaar met de leesclub? Elke maand. Ja, Johannes, zou ik door al die, dat is het grote sterke punt van de leesclub. Dan ben je ook gedwongen om allerlei boeken te lezen die je misschien onder normale omstandigheden, je weet wel, die heb je op een stapeltje liggen. Nou, als ik mijn vakantie neem ik ze mee, dat slap gelul waardoor je er tenslotte toch niet aan toe komt. Nee. Maar nu moet je ze wel lezen. Ja. En het is ook zo gek, als je het moet lezen heb je altijd tijd genoeg om het te lezen. Ja, ik ben nooit tekort geschoten volgens mij. In 20 jaar niet.